uitvak zit sowieso vol. Er zijn er officieel 450 meegereisd vanuit Emmen en omstreken. Om, als het allemaal goed verloopt voor FC Emmen vanavond, de allereerste echte prijs te aanschouwen die de club gaat hopen te pakken sinds het debuut in de eerste divisie in het seizoen 85-86. De formatie van Eindhoven vanavond zonder al te veel verrassingen. Tenzij je niet had verwacht dat Jens van Zon zou starten. En dit is de formatie van Emmen in de kampioenswedstrijd. De tweede kampioenswedstrijd van dit seizoen. Vorige week ging het mis in de zin van dat Volendam niet wilde meewerken. Vandaag hebben ze het in eigen hand met Veendorp terug in de basis. Terug van een schorsing. En Bernadou start. Dat gaat ten koste van Azenoun. Hier is Dalhaus knap vrijgespeeld. Wie kiest hij uit? Nou, helemaal niemand, want hij doet het gewoon zelf. En hij scoort dus weer tegen Emmen. Zeer fraai doelpunt van Eindhoven. Omdat ook het voorbereidende werk er is om je vingers bij af te likken. Uit de categorie schitterende lange ballen. En dan is er helemaal niemand die Dalhaus oppakt. En dat blijft maar duren. En dan is hij inmiddels zo dicht bij het doel van Brouwer. Dat hij hem gewoon inpegelt. 1-0 voor Eindhoven. Aan maar voor. Slegers. Slegers. Het schot is nog heel moeilijk voor Brouwer. Die ten nauwe nood kan voorkomen dat er een rebound komt voor Briem. Absoluut de smaakmaker dit seizoen bij FC Eindhoven. Joey Slegers. Oei, ineens Garcius met de gelegenheid. En die gelegenheid voorkomt Bertrams. Dalhaus sprinten tussen Veendorp en Slegers. Dat is appeltje eitje voor Slegers. En die geeft hem bijna aan Brim. Herkansing nog. Niet waargenomen door Van der Zanden. En zo zijn de eerste 10 minuten leuk om naar te kijken. Tenzij je supporter bent van Emmen. Want Eindhoven krijgt de kansen en staat dus al op 1-0. Goede interceptie van Burnett. En Van der Zanden kan dat schot niet drukken. El Azouzi. Burnett. Tufiki. En daar is Seedorf om het gevaar te verijdelen. Opgevangen door El Azouzi. Die legt hem daar lekker neer, zeg. En dan is daar een kans voor Mendes. Maar die ruziet een beetje met de bal. En dan heeft Bertrams hem. Heel slim. En dan komt Mendes niet goed uit met alles wat hij had bedacht. Lange bal richting Brim. Die neemt hem fraai mee. En dan is er de twijfel bij Brouwer. Maar kan hij wel keren en in de korte hoek pakt hij ook de tweede kans. Zo is 1-0 nog een vrij magere afspiegeling van de kansen over en weer. Dit is ook gevaarlijk. Van Zon, ja, dat is niet bepaald een doelpunt te maken. In al die wedstrijden die hij al speelde in het betaalde voetbal.
had het verhaal voor hem wel compleet gemaakt natuurlijk. Maar Brouwer werkt niet mee. Wat een kansen voor Eindhoven om de koploper op een grotere achterstand te zetten. Ja, na een van die vele kansen snelde Bas Sibum, een van de assistenten van Dick Lucchi, naar binnen. Het bord werd gehaald met de magneetjes om een nieuw plan uit te dokteren. Want het eerste plan werkt niet. Dit mag verder van Kooi. En dan komt Eindhoven met 5 man eruit, onder wie de keersmaker. Brim, weer Brouwer. Maakt goede sier voor zichzelf, de doelman van Emmen. Emmen achter, maar desondanks is de stemming best wel goed in het uitvak. Omdat de enige overgebleven concurrent voor de titel, voor Emmen, nog veel ruimer achter staat. Garcius, Bernardou. En daar komt Burnett nog en die schuift hem voorlangs. Tweede gevaarlijke moment van Emmen deze wedstrijd. Veendorp. Vlak, Tufiki. Het is gepriegel in de kleine ruimte en tot nu toe blijft Eindhoven overeind. Aardige bal, Garcius verlengt, Bertrands pakt. Het is niet alleen de avond van Emmen en het mogelijke kampioenschap. Het is ook de avond, vanuit Eindhoven perspectief gezien, van Jens van Zon. Derde periode bij Eindhoven. Heel veel seizoenen in het blauw-wit aan de Aalsterweg. En na dit seizoen komt daar een einde aan. En de lach omdat aan de kant niet alleen zijn vervanger klaarstaat. Dat is Matthias Varet, maar ook zijn kinderen, Jules en Livia en zijn vrouw. En dit gun je toch iedereen om zo van het veld te mogen stappen. Seedorf, dat is een beroerde terugspelbal. Corner voor Emmen. De club die Seedorf enige tijd diende, zonder al te veel succes overigens. Corner getrapt door Peter van Ooyen. Daar bij de eerste paal trilt het net, maar in het zijnet gekopt. En daar baalt Guslu enorm van. Mendes. Het is geen onaardige voorzet. Afvallende bal van Ooyen. Draaien, keren. Maar wie schiet er? Hier dan het schot van Vlak. Net over. Maar bovendien stond er ook nog Bertrams. Slegers. Slegers. Een 2-0 blijft uit. Door goed werk van Hardeveld. Hij is sportman genoeg om te vertellen dat het niet de beste prestatie is van Emmen dit seizoen. En dat het zeker niet de wijze is waarop ze die titel willen bereiken. Maar ik heb zo'n vermoeden dat na 5 seconden iedereen dat vergeten is. En geeft ze ongelijk. Het is een bijzonder knappe prestatie. Afgelopen
aan de Aalsterweg. Eindhoven wint van Emmen met 1-0. En hier vieren ze alvast voorzichtig feest, wachtend op bevrijding van een telefoontje. En nu de bevestiging. Dordrecht verslaat Volendam. En voor de allereerste keer in de geschiedenis kroont Emmen zich tot kampioen van de keukenkampioendivisie. Uit handen van de man uit Klazinaveen. Evert ten Apel. Die het podium gunt aan FC Emmen. Kampioen. Keukenkampioendivisie 2021-2022. FC Emmen.